Na enkele jaren wachten heb ik eindelijk mijn jaarvergunning op dit water te pakken. En dat is dan ook mijn doel voor 2024. In deze video neem ik jullie 24 uur mee en ga ik jullie laten weten hoe dat tot nu toe geweest is en wat dat nog allemaal gaat worden. Dit is het water, jongens. Een flinke slok water. En zoals je ziet, zitten we hier puur en volledig omringd in de natuur. Ik ben gisteravond aangekomen, want je ziet, de hengeltjes liggen al in. En de nacht is eigenlijk redelijk kalm verlopen. Achteraf bekeken vind ik het zo raar niet, want gisteren was het bloedheet. Ja, en vandaag, zoals jullie zien, staat er een stevige wind. Vanmorgen, vlak voordat de zon opkwam, was het eventjes hectisch. Kreeg ik 2 aanbeten binnen een tijdspanne van een uur. Dat resulteerde in 2 schupjes, kleinere vissen. Maar het gevecht was enorm. Zeker omdat die wind erop staat, zat er veel zuurstof in het water natuurlijk. Eén keer in het net scheten de vissen volledig mijn voer uit. Dus dat is een teken dat ik goed bezig ben. Ze hebben echt de voerstek serieus kaal gevreten. En daarna, toen deze morgen de cameraman aankwam, gebeurde er nog iets heel speciaals. En dat neem ik jullie nu in mee. Na die 2 kleine schubs van deze morgen, het betere werk. Vis nummer 3 is al binnen en we moeten nog 24 uur vissen. Het is al een dubbelvangst. Ik had deze vis einde mei ook al gevangen. En toen woog ze iets lichter. Dus ik vermoed dat ze nog niet afgepaaid zijn. Maar ja, met dit kwakkel weer. Kijk eens aan. Ricardo ziet ze graag komen, die rondbuikige dames. Heerlijk. Ik ga je nog even de andere kant laten zien. En dan mag het weer vrij. Het zal een jaar of 35 geleden zijn dat ik de eerste keer in contact kwam met dit water. Toen in de tijd, ik woonde hier in het dorp hierachter, waren hier baggerwerkzaamheden aan de gang. Het water bestond toen op zich nog uit 2 aparte wateren, een klein water en het grote water. En toen de baggerwerkzaamheden gestopt zijn, hebben ze daar 1 groot water van gemaakt. Als kind ben ik hier vroeger nog komen zwemmen en heb ik ook mijn eerste stapjes als visser gezet. Weliswaar op witvis, maar goed, het vissen zat mij al in mijn bloed sinds dat ik heel klein was. Ondertussen is het water een natuurgebied geworden. Er wordt dus niet meer gebaggerd. Er zijn ook verbindingen gemaakt met de Maas die hier vlak achter ligt. Het is eigenlijk bij hoge waterstand zal dit een opvangbekken zijn voor een teveel aan water. Dus dat wil zeggen dat het bestand veranderlijk is. Veranderlijk in de zin van 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hebben we hoge waterstand gehad in augustus. En zijn een heel deel vissen de Maas opgetrokken. Daarmee zijn ook vissen van de Maas naar hier getrokken. Dus het bestand is constant in verandering. Toen ik hier begin dit jaar te horen kreeg dat ik in de pas had, was ik heel blij. Want het was een beetje een flashback voor mij naar zoveel jaren terug. En ik kon dan ook niet wachten om aan de slag te gaan op dit water. Helaas ben ik pas de eerste keer het water op kunnen gaan in maart. Omwille van de hoge waterstanden. De winter was enorm nat. Dus ja, de hele punt waar dat we nu op zitten stond volledig onder water. De eilandjes wat hier achter mij liggen, daar stond 1,5 meter water op. En de Maas die stroomde volle bak binnen. Dus er was hier zoveel stroming dat je eigenlijk, ja, je kon hier niet op je gemak komen peilen. Het was gewoon, het was te riskant, zal ik zeggen. Dus het moet halverwege maart geweest zijn dat ik dan de eerste keer hier het water optrok. Dat doe ik gewoontegewijs met de dieptemeter. Het water was gewoon nog te koud om nog vis te spotten. Het was echt nog wintersomstandigheden. Het waren echt nog wintersomstandigheden. En na 2 keren met de dieptemeter rondgetrokken te geweest te zijn, had ik een mooi beeld van het verloop van het water. Je hebt hier wel redelijk wat plateaus. Je hebt de eilanden waar dat je rond kunt vissen. Je hebt schone grote grindbedden. Maar je hebt ook redelijk wat zachte bodem.
En op dit moment heb ik echt het gevoel dat die hardere stukken voor mij het meeste beten opleveren. En dan kom ik in een keer op het punt van hoe pak ik het water aan. Ik heb ongeveer 1 nacht per week dat ik kan gaan vissen. En ik wil dan altijd op een gedekte tafel aankomen. Dus ik probeer zo vaak als ik kan en als het kan elke dag te komen voeren. Daar kruipt veel tijd in. Ik rij ongeveer een kwartiertje naar hier, dus dat is op zich wel snel gedaan. Maar je moet elke keer de boot uitladen, naar onder, zeker een meter of 800 varen, je stekjes bevoeren. En dan natuurlijk terug naar huis vertrekken. Dus je bent snel 1,5-2 uur kwijt voor je voorbereiding te treffen voor die ene nacht, dan zal ik zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat het loont. Ik heb gemerkt dat ik, als ik er werk in steek, dat ik ook de vruchten van pluk. En ik denk dat ik een gemiddelde van 3 vissen per nacht zit op dit moment. Wat natuurlijk enorm, enorm bevredigend is als je er zoveel werk in steekt. Over het bestand kan ik niet superveel zeggen. Er zitten veel kleinere schubjes op. Er zijn ook vissen uitgezet geweest. Er zwemmen ook een aantal mooie vissen van. En toen ik halverwege maart, einde maart, de bestandslijst te zien kreeg, sprongen er onmiddellijk een vis of 5 onmiddellijk in het oog. En ik heb het geluk om er daar al 3 van gevangen te hebben. Ik hoop natuurlijk dat die anderen ook nog voor de bijl gaan tegen het eind van het jaar. Maar goed, dat zullen we wel zien. Ik zeg altijd, als je er werk in steekt, zullen de beten wel volgen. En als je beten krijgt, dan zullen er ook met regelmaat nieuwe en grote vissen tussen zitten. Dus ja, we hopen dat dat zo verder blijft evolueren. De vissen die wat mij echt bij zijn gebleven op dit moment, dat zijn er 3 waarvan ik kan zeggen, ja, die springen mij echt in het gedacht. De eerste, dat was een van de eerste vissen wat ik ving. Een hele mooie kooi met een witte rug. Die vis die was ook al een tijdje niet meer gevangen geweest. En wie weet, dadelijk heb ik misschien nog live een beeld op een run-up beeld. Maar dus die kooi, ja, dat was echt een vis die wat voor mij, die dook op uit het diepe. En ik had echt zoiets van, wow, dat meen je niet. Het was een vis waarvan we niet wisten of die er nog rondzwom of niet. Want die was niet meer gevangen sinds 3 jaar, als ik me niet vergis. Dus dat was echt super om die vis te mogen vangen. Een tweede vis wat mij onmiddellijk bijblijft, dat is een van de grote schubs die wat op het water zitten. Ja, die vis, als je zegt een schub, hoe moet die eruit zien? Dan is dat de vis waar wat ik het over heb. Het lijkt wel alsof die uit hout gesneden is. Het is echt gewoon de perfectie zelf. Daarin bij zat hij ook nog eens op een volledig vol gewicht. De vis had nog niet afgepaaid, was nog niet afgepaaid. Dus ja, het was echt een dikke 20 kilo vis. En die vis die gaat mij voor altijd bijblijven, daar twijfel ik niet over. Een andere vis die wat mij ook nog bijblijft, dat is een vis die wat genaamd in de lijst als aprilvis. Hoe dat die aan de naam komt, schiet me dood, dat weet ik niet. In elk geval, het is een bloedmooie spiegel. En ook deze klokte net over de 20 kilo toen ik haar ving, enkele weken terug. Dus ja, missie is nog zeker niet geslaagd. Ik heb tot het eind van het jaar hier om zoveel mogelijk vissen te vangen. Ik vermoed dat ik ongeveer op 1/3 van het bestand zit. Ik heb momenteel 38 beten, waarvan ik 30-tal verschillende vissen heb gevangen. Dus ja, wie weet wat het de toekomst nog gaat brengen. Ik ga in elk geval mijn stinkende best doen om zoveel mogelijk eruit te halen. De vorige nacht hebben 2 van de 3 stekken vis opgeleverd. Mijn linkse hengel die heeft nog niks gedaan. Ik had als voorbereiding naar de filmsessie toe 4 stekken aangevoerd. Dus ik ga zo meteen die linkse hengel indraaien en die op de andere voerstek leggen. In de hoop daar nog een vis te kunnen prikken in die laatste 24 uur. Dus ja, we gaan zien wat het nog brengt. Ik ga nu heel even die hengel verversen. En als er nog iets spannends gebeurt, komen we zeker bij jou terug. Thank you.
In tegenstelling tot wat ik gehoopt had met die weersomslag van donder en bliksem, had ik toch wel ergens gehoopt dat dat misschien toch tot een beet zou leiden in de namiddag. Maar niks is minder waar. Dadelijk wat eten maken, wat richtjes maken, zodanig dat ik straks echt effectiever kan vissen als de beten toch vallen. Ik vis op afstanden van om en bij de 180 meter minimum. En ik heb dan graag richtjes klaar in de boot liggen, zodanig dat als ik de vis geschept heb, ik de richt kan losmaken en onmiddellijk kan inleggen. Dat spaart me een hoop tijd, een hoop batterij en extra slaaptijd. Dus even alles opruimen, eten maken, richtjes maken. En dan gaan we weer genieten van een prachtige zonsondergang, want die is hier echt fantastisch. Ik hoop dat jullie hem straks mee van kunnen genieten. Moesten we nog iets vangen, komen we tot bij u terug? Zo niet. Ik wens u alvast een goede nachtrust. Goedenavond, goeienacht. Het is 1:30 s'nachts en ik kreeg net een brasem aanbeet. Een beetje lastig 200 meter varen met de boot om dan tot het besef te komen dat er een mooie schub aan hangt. Het is wel al de derde keer dat ik deze vis vang, dus ik moet ergens wel iets goed doen, denk ik dan. Of hij heeft gewoon het aas heel graag. Maar het is een klassieke floppy tail. Mooie oude, chic gebouwde schub. Die toch alweer de 15 kilo grens voorbij gaat. Heerlijk. Ik ga nog eventjes omdraaien en dan mag ze terug gaan zwemmen. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb redelijk kleine ogen. Dat heeft zoals een reden. Ik heb niet zoveel geslapen. Na 1:30 deze nacht met die mooie schub ben ik uiteindelijk dan toch in een diepe coma verzeild geraakt. En rond een uur of 4:30 ben ik wakker geschoten door een one-toner, gelijk ze in Engeland zeggen. Echt een mega harde run op mijn linkse hengel. Gelukkig heb ik die gisteren verlegd, want het blijkt, na die vis wat ik als eerste ving, vertrok hem nog een tweede keer. Dus dat was een zeer goede verandering van tactiek. Maar goed, terug bij die eerste vis op die stok. Eentje van het A-team. Net geen 19 kilo. Eigenlijk een hele lange, oudere vis. Mooi beschubt, karaktervol. Eigenlijk alles wat je zoekt in een vis, zal ik zeggen. Ik heb die heel eventjes weggehangen en de sling om bij het eerste ochtendlicht daar mooie beelden van te kunnen maken. Dat is helaas wat uitgelopen, want bij het eerste ochtendlicht om 6:00 vertrok dezelfde hengel opnieuw. Dat resulteerde in een mooie rijen, een kleinere vis. Een van de opzetters. Bloedmooi, bloedmooi. Meer kun je er niet van zeggen. En het mooie is dat hij opnieuw
van de hengel kwam wat ik verlegd had. En daar ben ik echt heel tevreden mee. Het is fijn als je een plan in je hoofd hebt en als uiteindelijk blijkt dat dat dan ook nog eens werkt. Ja, dat is fantastisch. Toen we die op film wouden zetten, die rijden dan, hebben we daar niet de tijd voor gehad, want vertrok mijn middelste hengel opnieuw. Als een raket naar die vis toe. En ook daar hing opnieuw een heel mooie spiegel aan. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een zus is van de vis wat ik in het begin van de ochtend ving. Ietsje slechter in gewicht, maar echt ook ja, echt een prachtige vis. Ik heb onmiddellijk de hengel opnieuw uitgelegd, wat lichtjes voor ons gevoerd, want we hebben niet meer lang te vissen. En terug naar de kant gekomen. En toen de vis hier in het, langs de boot in het net hing, zei ik tegen Ricardo, ah, dat is jammer, alle hengels hebben deze nacht vis opgeleverd, behalve die rechtse. En met dat ik het zeg, vertrekt die rechtse hengel. Ja, het net zat vol, dus gelukkig was Ricardo erbij. En kon hij mij een net geven dat ik terug kon vertrekken naar de vis. Toen ik aangekomen was op de plek, had de vis zich echt vastgeboren in het wier. Dus ik moest hem met de hand proberen eruit te trekken. Ik heb de vis nog heel eventjes gevoeld. Maar uiteindelijk voelde ik ook dat hem er vanaf rolde, van de haak afrolde. Ja, kijk, 1 vis op 8 lossen vind ik heel goed meevallen. Je vis in het wier, die vis die kan, als hij zich vastboort in het wier, ja, heeft hij niet meer volle bak druk op die haakpunt en kan die natuurlijk gemakkelijker loskomen. Helaas, pindakaas, het is wat het is. Ik ben super blij met hoe dat de vorige nacht, de vorige 2 nachten verlopen zijn. Maar ja. Ik ga nu die vis van deze ochtend erbij pakken en genieten van het moment, want van dit soort vissen, ja, daar doe je het eigenlijk voor. Hier is ze dan, de kers op de taart van deze filmsessie. We zijn 7 maanden ver en ik heb er al enkele kunnen afvinken van het A-team. Dit is de volgende. Kijk eens aan. Wat een brute oude vis. Prachtig. Ik ga ze nog eventjes omdraaien en dan kan ze weer gaan zwemmen. Genieten. Prachtig. Maar wat hebben we toch een mooie hobby. Heerlijk. We gaan ze vrij laten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wat zeggen ze? It ain't over until the fat lady sings. Oh wel, tijdens het opruimen knalt hij er nog een keer van door. Kijk eens. Hij is iets minder klein als die vorige. Enfin, als die grote van deze morgen. Maar toch weer een nummertje extra om op de lijst bij te schrijven. Heerlijk. Nog eventjes de andere kant en dan gaan we opruimen als de brandweer. Mooie hommer. Het scheet ook alweer heel goed de tijgernoten en de bollies uit. Dus ik denk dat we gewoon gaan doordoen gelijk we bezig zijn tot nu toe. En dan zullen we er nog wel een deel kunnen afvinken. Opnieuw, hopelijk tot in november of zo. En dan krijg je de nabespreking van hetgeen wat nu nog volgt. Tot de volgende keer.